En dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van onze uitzending. Maar u ziet Veronica alweer terug aanstaande zaterdag op Nederland 2. Op Radio 4 is Veronica met klassieke muziek te ontvangen, over enkele uren al. En daarna vanaf 5 uur 's middags op Radio 2 met Hollandse hits. En aanstaande vrijdag zijn we de hele dag zoals altijd Hit Radio op 3. Dat was het, bedankt voor het kijken en graag tot ziens. 1962. Tineke begint als eerste Nederlandse vrouw met een eigen radioprogramma. Koffietijd. 1982. Niemand gelooft nog in middagtelevisie. Maar Tineke start een succesvolle en lange reeks dichtbekeken uitzendingen. 1987. Voor de derde keer Tineke in een pioniersrol. Ontbijttelevisie in Nederland. Vanaf aanstaande zaterdag om de 3 weken van 8 tot 10 uur op Nederland 2. Aanstaande zaterdag komt Veronica bij je ontbijten. Zorg dat je om 8 uur wakker bent. Als je dierbaarste bezit gestolen wordt, komt dat verlies hard aan. Hoe kostbaar ze ook zijn, AMF verzekert al uw hobby's. Uit je benauwd? Dag tante. Oh, mijn nichtje. Hallo. Wil je ook wat? Nee, ik heb al een croissantje camembert op. Een croissantje camembert wat? Camembert, zo noemen ze in Frankrijk een broodje kaas. En wat heb jij? Oh, ik heb een sneetje Betuwe Extra. Zo noemen ze in Nederland een boterham met extra lekkere jam. Betuwe Extra, met extra stukjes fruit en verrassend laag in prijs. Jam? Aardbeien zou je bedoelen? Hé, hey, en je had al een croissantje kamerwatters op. I enjoy a real challenge, and I enjoy a real chewing gum, Double Mint. I tried those little chewing gums, but for me the only real gum is Double Mint. You see, Double Mint is a full-size stick. It's real gum with real taste, and it gives you more refreshment. So try the taste of a real gum. Try a stick of Double Mint. Double Mint, real gum, real taste. Ze stoeien, ze spelen, zijn altijd in touw. Het is goed dat er dan Blue Band is. Want Blue Band is Blue Band, dat proef je altijd. Met Blue Band eten ze er goed van. De trap. Als ze geen hoop hebben, ga ik naar huis. Hallo.
Freedom Superdun maandverband in handige meeneempakjes. Goedenavond. Vanavond zijn de inwoners van Luttelgeest ingelicht over de komst van een groep vluchtelingen. Luttelgeest, een plaatsje van ruim 2000 mensen in de Noordoostpolder, is hiermee de vijfde opvangplaats in ons land voor buitenlandse asielzoekers. In Luttelgeest zijn vanavond in het enige café van het dorpje zo'n 200 mensen bijeen. Het wordt, in vergelijking met soortgelijke voorlichtingsavonden de afgelopen dagen elders in het land, een tamelijk rustige avond. Het is één van de 4 A5 centra. Misschien dat er in de toekomst, afhankelijk van het aantal asielzoekers wat binnenkomt, misschien nog wel meer centra moeten gaan zoeken. Maar voorlopig denken wij dat wij met 4 A5 asielzoekerscentra alle asielzoekers die binnenkomen ook kunnen opvangen tijdelijk. De meeste mensen in Luttelgeest hebben eigenlijk nog geen mening. Behalve een man op de voorste rij. Nee, maar je moet de mensen niet verlappen hier. Dat is het. Je komt als volksmanager. Zeg meneer, ik neem aan dat u een medeburger bent zoals ik. En we zitten hier vanavond met de lusten en lasten van ons burgerschap. De lusten wil zeggen we krijgen een kopje. En de lasten wil zeggen dat u de mensen achter de tafel tot de pauze even uit laat praten. Nee. Dat allemaal doet u ook. Ja, nee, ik niet. Een goed uur geleden zijn de stembussen in Suriname dichtgegaan. Hoewel van officiële zijde nog geen cijfers over het aantal uitgebrachte stemmen zijn bekendgemaakt, lijkt de opkomst zeer redelijk te zijn. Politieke kringen in Paramaribo noemden de opkomst in de districten buiten Paramaribo zelfs zeer goed. Niemand twijfelt eraan dat het referendum van vandaag tot aanvaarding van de grondwet zal leiden. Met als gevolg verkiezingen in november. In Suriname is de belangstelling voor het referendum steeds matig geweest, omdat velen twijfelen aan het nut van de nieuwe grondwet. De rol van de militairen wordt onvoldoende teruggeschroefd, zeggen ze. Wat dat betreft is alle hoop gevestigd op de verkiezingen in november. Die werpen hun schaduw vooruit. Er zijn veel bijeenkomsten, zoals deze van de NDP, de Partij van de Militairen, van Boutersen dus. Het grote dagelijkse tekort aan eerste levensbehoeften wordt even vergeten als de militairen hier trakteren op gratis eten en drinken. Ondanks dat trekken de bijeenkomsten van de oude politieke partijen meer mensen. Die partijen hebben zich verenigd in het front. Ze riepen op tot een massaal ja vandaag tegen de grondwet, omdat ze rekenen op een grote verkiezingsoverwinning in november. Dan, zo redeneren de oude politieke partijen, kan er alsnog wat gedaan worden aan de grondwet en aan de invloed van de militairen. Zonder democratie, zonder blijdschap in de harten van het volk, kan het land nooit worden afgebouwd. Yeah! De Franse politie heeft een belangrijke leider gearresteerd van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. De man, die bekend staat onder de schuilnaam Santi Potros, is de hoogste leider van de militaire vleugel van de ETA, die in Spanje aanslagen en terreuracties uitvoert. Hij woonde al 10 jaar in Zuid-Frankrijk, maar was 2 jaar geleden ondergedoken na een uitleveringsverzoek van de Spaanse regering. In Spanje begon vandaag het proces tegen 8 ETA-leden. Ze vormden het zogenaamde Madrid-commando, dat vorig jaar een reeks aanslagen pleegde in de Spaanse hoofdstad. Uit Madrid, Robert Boschart. De politie had al versterking laten aanrukken bij de rechtbank waar vandaag het proces begon tegen 8 leden van de Baskische ETA. Ze worden beschuldigd van terreuraanslagen in Madrid, waarbij 41 doden vielen. Er waren speciale veiligheidsmaatregelen getroffen. Voor en tegenstanders van de ETA hadden betogingen aangekondigd. En bovendien vreesde men een wraakactie van de Baskische beweging. Inderdaad klonk er opeens een explosie die veel paniek zaaide. Een bommotor was ontploft, vlak naast de rechtbank. Via luidsprekers beval de politie het publiek de straat te ontruimen. Terwijl de agenten nog naar de daders van de eerste bomontploffing zochten en ook een groep rechtsextremisten onder controle probeerden te krijgen, ging er een tweede springstoflading af. Het waren bommen met weinig explosieve kracht. Duidelijk niet het soort waarmee de Baskische ETA zijn acties uitvoert.
De politie kwam snel tot de slotsom dat die ontploffingen het werk waren van de neofascisten, die zo extra aandacht wilden krijgen voor hun betoging tegen de ETA. 5 jonge extremisten werden aangehouden. Sport, succes voor de Nederlandse clubs in de Europa Cup. Alle ploegen die vandaag speelden hebben zich voor de tweede ronde geplaatst. De uitslagen. Europa Cup 1, Galatasaray PSV 2-0. PSV had thuis met 3-0 gewonnen. Europa Cup 2, Dundalk Ajax 0-2. Den Haag, Újpest Doza 3-1. De UEFA Cup, Utrecht Linzer ASK 2-0. Feyenoord speelt pas morgen tegen het Luxemburgse Spora. Maar de Rotterdammers zijn door hun 5-0 zege in de thuiswedstrijd vrijwel zeker van een plaats in de volgende ronde. Het weer tot slot, heldere nacht met een minimumtemperatuur van 5 graden. Overdag vrij zonnig. Het wordt 's middags ongeveer 16 graden. Einde van deze uitzending. Een goede nacht.